Kinderen groeien allemaal verschillend op. Ze ontwikkelen zich elk op hun eigen manier. Om ieder kind goed te begeleiden, moeten we begrijpen wat er gebeurt als ze opgroeien. Daarom is er in Utrecht het Youth-onderzoek. Een grote studie naar de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfbeheersing met de hersenen als uitgangspunt. We ontmoeten onze deelnemers al voor hun geboorte. Zwangere vrouwen en hun partner bezoeken ons bij 20 en 30 weken van de zwangerschap. Na de geboorte komen ze terug met hun baby's rond de 5 en 10 maanden. En daarna rond 3 en 6 jaar. Een tweede groep kinderen start met 8, 9 of 10 jaar. Zij komen terug als ze ongeveer 12 en daarna 15 jaar zijn. Door beide groepen te volgen ontstaat een compleet beeld van hoe een kind zich ontwikkelt. In totaal zullen 6000 kinderen uit Utrecht en omgeving regelmatig onze onderzoekslocatie bezoeken. Hier onderzoeken we hoe kinderen nieuwe vaardigheden leren als ze opgroeien. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe goed kinderen iemands gezichtsuitdrukking kunnen lezen. Dit kan al bij baby's van 5 en 10 maanden oud. We kijken ook naar de taalontwikkeling. En als kinderen ouder worden, bestuderen we hoe ze elkaar leren vertrouwen. En hoe goed ze zich kunnen inleven in anderen. We onderzoeken hun zelfbeheersing en hun vermogen om impulsen te kunnen onderdrukken en na te denken voordat ze reageren. We beschikken over techniek die ons laat zien hoe deze vaardigheden zich ontwikkelen in de hersenen, zoals EEG, om de hersenactiviteit te meten, en oogbewegingsonderzoek, om te zien waar kinderen naar kijken. We gebruiken 3D-scans om bij ongeboren baby's al de hersenontwikkeling te volgen en MRI-techniek om scans te maken bij de oudere kinderen. Dat geeft ons inzicht in hoe de hersenen groeien en hoe hersengebieden met elkaar communiceren. Maar er zijn nog veel meer factoren die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Daarom verzamelen we ook lichaamsmateriaal van ouders en kind. Haar, bloed en speeksel geven ons informatie over erfelijke achtergrond, hormonen en omgevingsinvloeden, zoals luchtvervuiling. Bovendien vullen ouders en kinderen vragenlijsten in. Bijvoorbeeld over hun thuissituatie, persoonlijke geschiedenis, gezondheid, vrienden en familie. Dit geeft ons informatie over de opvoeding van een kind, hoe het zich gedraagt, eet of slaapt en omgaat met media, lezen en sport. Ten slotte onderzoeken we hoe ouders en kinderen op elkaar reageren terwijl ze met elkaar spelen of praten. Duizenden youth-families helpen ons begrijpen waarom het ene kind probleemloos opgroeit en het andere niet. Samen kunnen we de kinderen van morgen helpen om veerkrachtig en gezond groot te worden.